Hoi hoi lief allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag wil ik een design team project gaan maken met het prachtige Vintage Christmas, de nieuwste collectie van Janine's Mindful Art Studio Light. Ik heb jullie in een eerdere video het project al laten zien en vandaag in het eerste deel gaan we aan de slag met de laadjes. Ik heb er al 4 voorbereid. Want anders duurt de video heel erg lang. En ik ga nu de laatste 2 samen met jullie maken. Ik heb al voorbereid. Mijn designpapier gesneden. Die komen aan de voorkant. En hier heel mooi aan de binnenkant van de laadjes. Super mooi afgewerkt. Is dan zo meteen je project. Verder heb ik nodig lijm, een schaar en mijn snij- en rilbord. En kartstok natuurlijk. Ik heb 6 stukken gesneden kartstok, 6 stukken van, even op mijn speakbrief kijken dat ik het goed zeg tegen jullie, van 18,6 keer 21,6, dus 18,6 keer 21, 6 keer, daarvan heb ik er 4 al gebruikt en heb ik er nu dus nog 2 over, en 2 stukken van 21,8 keer 13,4, ook 6 stukken, 4 heb ik er al gebruikt en 2 heb ik er over om nu met jullie te gaan afwerken. Ik begin met deze kleinere stukken, die van 13,4 keer 21,6. En die ga ik eerst rillen op de korte kant, de 13,4 zijde, en dan op 3,2. Even mijn mes aan de kant en spieken of ik in beeld ben. Ja, dus op 3,2 op de korte kant. En daarna op de lange kant, dus dan gaat de 21,8 centimeter tegen je liniaal aan. En dan rillen we eerst op 3,2. Daarna op 10,4. Nog een rillijn op 13,6. En één rillijn op 20,8. Dat ga ik bij de andere nog een keer voor jullie herhalen. Dus op de korte kant de 13,4 kant tegen je liniaal en dan één rillijn op 3,2. Draai je papier een kwart waardoor de 21,8 tegen je liniaal aankomt en daar rillen we op ook 3,2. Op 10,4. Op 13,6. En nog een keer op 20,8. Dan ga ik meteen maar even door met rillen op de andere stukken. De stukken van 18,6 keer 21,6. En deze rillen we rondom, dus op 4 zijden, op 2,7 en op 5,7. Dus op 2,7 in het rond. Alle 4 de kanten. En op 5,7. Ook weer op alle 4 de kanten. En dat doen we op alle 2 de stukken. Dit worden de laadjes zelf. Even kijken. Dus op, wat zei ik nou ook alweer? 2,7. Op alle 4 de kanten. En op 5,7. Ook op alle 4 de kanten. Kijk hoor. Ja. Zo. Dan kan nu het rilsnijbord aan de kant. En dan hebben we een schaar nodig.
begin weer met deze waar we net ook mee begonnen zijn. Daar heb je nu een strook van 3,2 centimeter aan de onderkant. En hierboven de grotere strook van 10,2, als ik het goed zeg. Ja. Nou hebben we hier onderin een vierkant of een rechthoekje van 1 centimeter bij 3,2. Die mag weg. Die ga ik helemaal wegknippen. Ik vind het altijd prettig om aan de bolle kant van de rillijn te knippen, want dan kan ik hem makkelijk wegknippen. Dus dit kleine rechthoekje knip ik weg. Verder knippen we in dit alleen maar hier onderin die drie rillijnen weg. Dus die drie rillijnen van 3,2 centimeter hoog. Die knip ik tot aan het kruispunt. En dan knip ik die rillijn, dus dat is ongeveer 1 à 2 mm ertussenuit. En dat doe ik bij alle drie de rillijntjes die hieronder in die strook van 3,2 centimeter zitten. Zo. En die. Dus wat je maar weinig weggeknipt, alleen maar hier die van 1 centimeter en de rillijnen hier onderin. Verder knippen we hier niks meer aan weg. We vouwen alle rillijnen dezelfde kant op. En dan gaan we een bakje maken. We hebben haar in dalvouw gevouwen. En de lijm komt hier aan de binnenkant. En die heb ik hier verstopt, mijn lijm. Dus deze strook van 1 centimeter krijgt lijm of tape. Net wat jouw voorkeur heeft. En daarmee plakken we dit in een koker met de lijmrand aan de buitenkant. Dus vaak als we bakjes maken, doen we dat aan de binnenkant. Maar om geen stootrand voor het schuiven van je laadje te creëren, plakken we het in dit geval aan de buitenkant. Straks zie je daar helemaal niets meer van. En hier aan de achterkant gaan we hem sluiten. Dus eerst gaan de twee kleine flapjes, de korte flapjes, naar binnen. En daar doe ik een beetje lijm op. Eén van de twee grotere gaat daar overheen. En dan de volgende wordt daar ook weer opgeplakt. Aan de binnenkant. Nee, deze past er niet in. Even kijken of ik iets anders heb. Mijn liniaal. Druk ik dat altijd even graag een beetje aan. Tegen de tafel aan. Tegen het tafelblad. Dus zo hebben we een lade of een kast waar straks de lade in kan. Die gaat even aan de kant. En met de tweede doen we precies hetzelfde. Even het speldje in de fles met lijm. Dus hierin gaan we ook dat randje van 1 centimeter. Dat korte randje van 1 bij 3,2 wegknippen. En hier de rillijnen in het stuk van 3,2 centimeter. Alle drie helemaal wegknippen. Eén, twee en drie rillijntjes. Niet even een flapje knippen. Zo. In de prullenbak. Alles weer even dezelfde kant opvouwen. Dus alles in dalvouw. En dan gaan we weer hier op die centimeter aan de binnenkant, dus bij de dalvouw, wat lijm om hem aan de buitenkant van het doosje vast te plakken. Dan draai ik hem met de open kant naar beneden. Eerst de kleine flappen naar binnen, een beetje lijm of tape. Een grotere flap. Heen. En de tweede grote flap er ook overheen. Aan de binnenkant weer even een beetje aanpakken.
En zo is het tweede ladekastje ook klaar. Gaan we nu de laadjes maken. Daar hebben we die andere stukken voor nodig die we net aan vier zijden hebben gerild op 2,7 en op 5,7. Die gaan we weer bijknippen. Je hebt hier, hoe moet ik dat uitleggen? Je hebt in iedere hoek, het zijn niet helemaal vierkantjes, maar bijna vier vierkantjes. 1, 2, 3, 4. De buitenste drie gaan we helemaal wegknippen. En dit grootste vierkantje blijft zitten. Dus we gaan, ik knip het graag aan de, hoe heet het? Aan de rilkant, waar de bolling in zit. En dan kan ik hem mooi mee wegknippen. De eerste knip zet ik hier, is het kleine vakje. Knip zet ik dus langs de rillijn. En ga ik het eerste kruispunt voorbij, tot aan het tweede kruispunt. Aan de andere rillijn doe ik precies hetzelfde. Ook tot aan het tweede kruispunt. En hier knip ik hem, die twee vierkantjes, die twee buitenste vierkantjes, al helemaal weg. Dus dit haal ik weg. En hieronder één vierkantje. Dus wat ik nu heb, is deze drie vierkantjes van de hoek verwijderd. Zo kan je het goed zien. En deze doorgeknipt tot aan het einde. Hier knip ik nog een klein randje extra weg aan beide kanten. Dus dan ziet het er zo uit. Dit ga ik aan de andere kant naast de korte kant ook doen. Dus ik knip weer tot aan het tweede kruispunt. Het eerste kruispunt voorbij. Dat doe ik hier ook. Deze gaat helemaal weg. En dat vierkantje hier aan de onderste rand gaat ook weg. En dat vierkantje wat hier over is, knip ik wat smaller bij. Zo ziet het er dan nu aan deze kant uit. Ik draai hem een halve slag en daar ga ik precies hetzelfde doen. Dus ook weer langs het middelste kleinere vak. Dus hier zit een langer vak. Daar blijven we weg. We gaan hier aan de korte kanten van het papier knippen. Het eerste kruispunt voorbij tot aan het tweede kruispunt. Bij die tweede doe ik dat ook. Die twee vierkanten mogen weg. En het vierkant hier aan de onderkant ook. En dan knip ik hem weer smal bij. Deze smal geknipte flapjes die hier nu zitten, dat worden weer lijmranden. Daar gaan we straks lijm op doen. Zo komt het er dan uit te zien. Dus dit waren de korte kanten van het papier, dit de lange kanten. De drie vierkanten uit de hoeken zijn weg. En het vierkantje wat overblijft wordt tot een tapje bijgeknipt. Dat ga ik bij deze ook nog even doen. Dus op precies dezelfde manier. Omdat ik nu weet dat ik tapjes ervan wil maken, knip ik dat gelijk in één knip. Hoef ik dat niet apart weer te doen. En aan de andere kant weer precies hetzelfde op de korte kant. En in de laatste hoek ook.
En dan gaan we weer de lijm erbij nemen om ze in elkaar te zetten. Ik vouw alles weer dezelfde kant op, dus alles weer in dalvouw. En we beginnen met lijm op de tapjes. Of tape natuurlijk, waar jij het liefst mee werkt. En die plakken we tegen de korte kant aan, zodat er een bakje komt. Een doosje met flappen. Dus hier ook de lijmtapjes naar binnen. Lijm op de buitenkant. En deze korte zijkant gaat er tegenaan. Nu gaan we deze korte stukken hier naar binnen vouwen. Zo heb je een heel mooi stevig laadje met een extra laag. Want we hopen natuurlijk dat degene die ons mooie project gaat krijgen, heel vaak het laadje open en dicht gaat maken. Dus we willen graag stevige laadjes hebben. Vandaar die dubbele laag. En dat gaan we ook met deze lange kanten doen. Dus ook de lange kanten krijgen lijm. En plak ik naar binnen toe vast. Zo is meteen ook je lijmtapje weggewerkt. En hij is twee keer zo stevig als dat hij met een enkele laag was geweest. En dan is het laadje klaar om in de kast te schuiven. Hij is een heel klein randje, een millimetertje langer. Dat is zodat je makkelijk kunt open en dicht maken. Dus dat klopt als je dat ook hebt. Nou, tweede stuk. Precies hetzelfde. Alles in dalvouw. En dan gaan we eerst weer. Ik vouw deze even naar buiten, omdat het makkelijker vindt. Weer lijm op de buitenkant van die flap, van de lijmtap doen. Mooi in een haakse hoek dicht plakken tegen de korte kant aan. En aan de andere kant hetzelfde. En dan gaan we weer deze flapjes die er nog over zijn inlijmen en naar binnen toe om te verstevigen. Ook de lange kanten, hetzelfde verhaal. Lijm erop en naar binnen. En dan is ook de laatste lade, voor mij dan, klaar. Jullie gaan er nu nog vier maken, dus dat je in totaal 6 stuks hebt om erin te doen. Ik kan verder met dit afwerken. Ik had uiteraard, waar heb ik het blok nou gelaten? Oh, hieronder. Stukjes designpapier gesneden. Ik heb dat gehaald uit het 20x20 blok, het 8x8 inch blok van de Vintage Christmas. De code daarvan is JMAVCPP114. Er zitten prachtige pagina's in. Ik heb sommige met een mooie plaatje gesneden en enkele heb ik ook van de wat rustigere designpapiertjes gesneden. Ik heb ze rondom gedistressed met vintage foto distress inkt van Tim Holtz.
En de stukjes zijn per doosje 1 stukje van 9,5 bij 6,5, 3 stukjes van 2,5 bij 6,5 en 2 stukjes van 2,5 bij 9,5. Dit doe je dus 6 keer, dus in totaal krijg je 6 stukken van 9,5 bij 6,5. 12 stukken van 9,5 bij 2,5 en 18 stukjes van 2,5 bij 6,5. Daarmee gaan we de plaatjes zelf, dus ik haal ze weer even uit de dingen, bekleden. Kijk, hier heb ik dat ook gedaan met een mooie klokpatroon, kerstklokpatroon. Hier had ik dat gedaan met een mooie bomen en een bloem en dan rondom de andere stukjes. Deze heeft een mooie snow globe en die mevrouw die inkopen gedaan heeft. En hier hebben we de twee vintage dames met de hulsttak en in de sneeuw. Onderin komt natuurlijk op de bodem die grote. Je hoeft dit natuurlijk niet te doen, maar als je het als cadeau gaat geven, is het wel zo chic en zo mooi om het op deze manier af te werken. Ik kies even kijken van de korte stukjes. Eentje voor aan de buitenkant. Ik ga met een stukje met een kerstkristal. Aan de buitenkant, aan de voorkant. En de rest komt allemaal aan de binnenkant. Het spreekt op zich voor zich welk stukje waar moet. Want het past natuurlijk anders ook niet. Maar de korte stukjes komen in de korte kant tegen de zijwanden aan. En die lange natuurlijk aan de lange kant. Ik probeer daarbij wel op te letten dat als er tekst of dergelijke op staat, dat het klopt. Dat het in dezelfde richting is als het plaatje aan de onderkant. Op de bodem bedoel ik. Oh, schoot uit. Zo, deze is klaar. En dan gaan we hier verder met deze mooie blauwe. Dit is de pagina waarbij wat een beetje watercolorachtige achtergrond. Er zijn witte ijskristallen op. En hier zie ik ook een hert en ander label. Deze, waar flink blauw in zit, vind ik mooi dat je die straks aan de buitenkant ziet. Want veel hebben een beetje een bruinzige uitstraling. Ik zie hier een cijfer nummer 20 op, die wil ik rechtop hebben. Komt een scootertje voorbij. Zo. En het laatste stukje aan de binnenkant. Zo. Die is ook weer klaar. Haal ik even al mijn laadjes uit de kastjes, noem ik het maar eventjes. En die gaan we nu, de kastjes, op elkaar plakken. Dus we gaan daarvoor eigenlijk heel simpel
één bovenkant. Met lijm insmeren. En dan gaan we zo goed als dat lukt deze op elkaar plakken. Ik probeer vooral de voorkant goed op elkaar te hebben, zo exact mogelijk. En als dat dan, als het goed is, lukt dat achter natuurlijk ook wel. Dat is hier in dit geval nog wel zo. Maar mocht het een klein beetje uitsteken, de voorkant is zichtbaar straks. En die willen we zo goed mogelijk op elkaar hebben. Zo. Dit wordt een mooi stapeltje. Volgende. En zo gaan we ze alle zes bovenop elkaar plakken. Ik zal de video even versnellen, want dit is op zich niet zo spannend. En ja, ik denk wel duidelijk op zich. Dus tot zo. Zo. En natuurlijk nog even goed laten drogen. Maar de stapel is klaar. En dan kunnen alle laadjes er weer in. Je kunt natuurlijk een beetje spelen met de kleurtjes. Misschien wat een beetje verdelen. Kijken wat het leukst uitziet. Qua tintjes. Maar dat was zover het eerste deel van het grote Vintage Christmas project van Janine's Mindful Art. Mijn design team project voor dit seizoen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat alles duidelijk is. Heb je vragen, stel ze gerust hieronder in de reacties. Dat is altijd handig, omdat er andere mensen het dan ook zouden kunnen lezen als ze ergens mee zitten. Ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Druk dan op de abonneerknop. En ik zal ook een playlist aanmaken, waardoor je makkelijk al de video's behorend bij dit project terug kunt vinden. Verder, ja. Heel veel plezier met maken. Ik hoop dat het gaat lukken en dat je met veel plezier ook strakjes dit mooie eindresultaat zult hebben. Tot de volgende keer en dankjewel voor het kijken. Doei doei!